Wij zijn met de genie, 101 Geniebataljon en eigenlijk alle genie-eenheden in Nederland bezig met een bataljonsoefening, met Engineering Victory. Dat doen we samen met Fransen en Belgen, ook allemaal genisten. En daarin gaan wij in scenario in het gebied zorgen voor een logistieke basis, waar we mensen kunnen gaan opereren in het inzetgebied. En daarbij twee verdedigende kampementen die ervoor moeten zorgen dat wat er ook gebeurt in het scenario, dat de logistieke basis verdedigd kan worden. Dat houdt concreet in dat we bezig zijn met douches, wasgelegenheden en slaapgebouwen. Maar ook bunkers en wegherstel, want de logistieke lijnen om de missie te ondersteunen, die moeten door ons onderhouden worden. Naast dat wij bezig zijn om kampementen te bouwen, zijn we in deze oefening ook bezig om de genisten voor te bereiden op een mogelijke inzet. En dat betekent dus dat we werken met een scenario waarin we alle mogelijke facetten langs laten komen. Dat betekent concreet dat er mensen langs het poort komen die ergens ontevreden over zijn, die mogelijk gewond zijn. Of dat er meer mensen komen en een demonstratie houden omdat ze eigenlijk heel erg ontevreden zijn over de gang van zaken. Het is aan de eenheid om dan daarop te reageren. En wij monitoren dat om te kijken of dat dan aansluit bij de werkelijkheid. Weg! Op de trap! Kom weg! Die komen deze kant op, die lijnen uit langs de Postina. Om hier zicht te krijgen richting Zuid en Noord. Om hier het werkwerk dicht te houden. Ja, Scavio, stuur je luid deze kant op, dan verspreid ik ze hier over. Meer dan welkom bent om over een aantal dagen terug te komen met een wat kleine gezelschap, zodat we dan een goede dialoog kunnen opstarten over hetgeen wat u nou precies dwars zit en dat we daar dan eens over kunnen gaan praten. Combinatie van complexe opdrachten, ingewikkeld scenario en hoog tijdsdruk trainen we de eenheid op zo'n manier dat hij na deze oefening gereed is voor inzet.